Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft recentelijk 500 grondbeschikkingen uitgereikt in het district Komowijnen. Minister Roline Samsudien gaf aan wat het belang is van een stuk grond en waarschuwde bewoners voor oplichters in grondzaken. Dat het uitgeven of toewijzen van percelen niet een gemakkelijke taak is. Er gaan zoveel processen vooraf. De minister van ROGB, mevrouw Samsudien, heeft samen met haar directie, staf en personeel bergenwerk verzet om vandaag een rechtszekerheid te bieden aan u. U kunt naar de financiële instellingen gaan voor het bouwen, op- en bewerken van uw perceel. De bewindsvrouw gaf aan dat de mensen hun stukken zelf moeten indienen bij het RGB-kantoor om zo verzekerd te zijn dat het in behandeling wordt genomen. Het team van ROGB heeft de mensen gebeld, heeft de mensen op spreekuur gehad en heeft de mensen uitgelegd. Zo'n document die moest leveren in, hebben de mensen uitgelegd. Peum goteka document dat die voor Chakona ROGB met eindelijk je grondbeschikking kon in orde. De minister feliciteerde de bewoners en gaf aan dat bestemmingswijziging niet mogelijk was en zij dus goed gebruik moeten maken van de aangewezen gronden. We maken u niet blij alleen met die papieren. We geven u een stukje rechtszekerheid. En Likvou Sabi, de president die zei, en een president. Zij is dons nomo in den kantoor hier die. Nou, een president, zij go in dat veld ook toe. En hij meet in people. En te hij go in dat veld, dat te hij zie den fuga, dat hij charen kom potje de minister. En if he want enough, do a roko. En waf den fuga dat hij, na te hij zie tak des mano ap oso futang, en des mana grong, fu den kampot de oso, na tapu. Dat meki we roko deinanga neti. Ma a grontori nasranang, din ben kon siksi mungo of sebi mungo geledan ben taken keba. Ma mino sa stop fu takasani, bika ten nous ma e purberi fu a korkorsma, en a eigenlijk an a korkori na oplichting lek fa da directeur taki. Den, konanga wan soort karta en me arki boom want die dewe kies want ook to smaja susano ab den papira ete den konanga wan karta fu wan landmeter en ano wan landmeter era wan landmeter me ka karta gi ma asma e konanga wan landmeter na 50 kavel da alles ma ek is wan nummer da ek is wan formulier. En hij maakt je registreer en je pay 5.000, soms mijn pay 7.500, soms mijn pay 10.000. En in reken, als massa met een karta, pay kan de 2.000 voor met een karta. Of kan de atteke een precies reven voor een tra, grond, of als massa op een grond. Maar in elk geval, als massa dan op 50 maal, koot ik 5.000. 50 maal 5.000. Na 250.000 heb ik ba. Toch? Ik payas maar ik heb een soort kwitantie. Dat te wat jaar ipsa of 6 moen pasa, dat je kon zoek ik grong. Maar aan de RGB, je gie amoni, je gie amang, amoni, of een vrouw, maar je kon zoek ik grong naar RGB. Want itaki abuan kwitansi, soms mai abuan LAD nummer srefi, maar dat den grong dat in kon in na sistema funu voor. En fosi di a rokono ben orga, want no weet ak we automatisering, dat den sma, soms ma sambe rokona ROGB, den sma e boro boro den stuk dat die, en so lees kan de wansma kiswan grong ja uit a groep dat die.
En omdat dit maar dat ik zie, wauwang ik zie, dat is maar ik hoor, brie, wie tak, ai, dat kan de wan die misreef mokies met papieren. Mensen, nergens in okango aksigrong. Enige pressie bij okango, doe je aanvraag naar RGB, domeinkantoor. Niet eens naar sociale zaken. Niet naar OW, ministerie van RGB, naar het ministerie van het Doegrontori. En dat ben je moest gaan voor actie grond. Minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken heeft vorige maand in regeringsverband een werkbezoek gebracht aan het boven Suriname gebied. De bewindsman is van mening dat het binnenland een heel belangrijk gebied is voor zijn departement als het gaat om de bevolkingsadministratie. Hij doelt hiermee op de taakstelling en de verantwoordelijkheid van het ministerie dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, onder zich heeft. Landelijk hebben we rond 42 bureaus en in het boven Suriname gebied hebben wij 3 bureaus, waarvan 2 actief en 1 inactief. En het was ook belangrijk, of het is ook belangrijk om te weten wat gebeurt er op het werkveld, niet alleen. Maar een veelgehoorde klacht is de dure reizen die men moet maken om een uittreksel op te halen. En er is toen een kroetoebeleg. We hebben in het dorp Futunakaba hebben we zoveel als mogelijk de dorpen langs de rivier bij elkaar gebracht. Althans vertegenwoordigers. En die konden bij die kroeto, zoals we het kennen, die Grand Kroeto, konden hun problemen die zij dus ervaren. En het zijn niet alleen problemen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook natuurlijke hulpbronnen, ook onderwijs, ook op het gebied van volksgezondheid, kon men aankaarten en wij hebben getracht om direct antwoord erop te geven. Uiteraard de problemen met betrekking tot andere ministeries waar de collega's niet waren, zoals onderwijs, die hebben we dan meegenomen en dan kregen onze collega's dat te horen, zodat men kan werken aan een oplossing. De deskundigen van de verschillende ministeries waren er, laten we zeggen enkelen, zodat het in kaart kon worden gebracht. Tijdens dit werkbezoek werden er kroetoes belegd, waarbij de vertegenwoordigers van de ministeries de gelegenheid kregen om de problemen van de plaatselijke bewoners aan te horen. Omdat zij zich tegelijkertijd goed konden oriënteren in het gebied, waren zij in de gelegenheid om doelgerichte oplossingsmodellen te kunnen voorstellen. Belangrijk bij deze missie was het feit dat wij zeggen, we zijn één regering. We trekken samen op, we horen direct en we bespreken direct wat we onderling kunnen doen. RO, waarmee kan jij helpen? Het is weliswaar een probleem dat op binnenlandse zaken ligt, maar het is één government. Dus wij zeggen, RO, je hebt manpower of je hebt de mogelijkheden, hoe kan je daarmee helpen? Er waren gebieden waar we zitten met dat van locatie. Nou, hetzelfde, RO, heb je daar een mogelijkheid, heb je daar een ruimte? En dat is de trend die we volgen, eentje van samenwerken. Pas als we samenwerken, zullen wij ook heel snel de diverse problemen kunnen oplossen.
Na de grootste afdelingen in Paramaribo te hebben aangedaan voor een kennismakingsbezoek, heeft minister Lalini Gopal samen met de directie, het onderdirectoraat Nationale Jongerenaangelegenheden, het Nationaal Jeugdinstituut en het onderdirectoraat Administratieve Diensten bezocht. Minister Gopal is op de verschillende dependances van het ministerie warm ontvangen. Enkele personeelsleden maakten gebruik van de gelegenheid om hun wensen door te spelen aan de minister. In de komende periode zal er bij de verschillende werkbezoeken aan de districten kennis gemaakt worden met het overige personeel van de districten.